Goedemiddag allemaal. Vanuit Allard Pierson. Mijn naam is Reinder Storm. Ik werk bij de afdeling cartografie, conservator cartografie, geografie en reizen. En de aankondiging was al dat we iets Amsterdams gingen doen. En dat vinden we in Amsterdam altijd heel erg leuk. We zijn eigenlijk als mensen die wonen of werken of iets doen met Amsterdam altijd dol op Amsterdam. Dus vandaag vanuit de invalshoek cartografie speciale aandacht voor onze eigen stad. Wat hier gebeurd is en wat hier te zien is. Wie me wel eens aan het werk heeft gezien, die weet dat dit absoluut een van mijn lievelingskaarten is. En dat komt in de eerste plaats gewoon omdat hij hartstikke mooi is. Maar in de tweede plaats omdat er heel veel over te vertellen is. Om te beginnen zien we Amsterdam dus eigenlijk 4 keer. En als je heel goed kijkt, zien we Amsterdam 5 keer. 5 verschillende momentopnamen in de tijd die de stad laten zien zoals hij er ooit heeft uitgezien. En die zelfs de stad laten zien zoals hij er ooit niet heeft uitgezien. Wat als eerste opvalt, denk ik, voor mensen die dit zo bekijken, zijn de kleuren. Die zijn ongelooflijk fel, bijna hard en ze zijn ongelooflijk helder gebleven. Nou, dat verhaal hebben we vaker gehoord. Kleuren in boeken blijven heel mooi, want de boeken zitten dicht. En wat je dus, daar komt geen licht bij, daar komt geen zon bij, geen stof en vuil en andere dingen. En zo blijven de spullen mooi. Als je naar dit kwartet van kaarten kijkt, dan valt het dus in 4 uiteen. En hier zien we het eerste stukje. Linksonder zie je Amsterdam zoals het er in 1342 zou hebben uitgezien. Het grotere stuk zou Amsterdam omstreeks 1400 zijn. Nou, allemaal leuk en aardig, maar in die tijd konden mensen dit soort kaarten absoluut niet maken. Toen mensen deze kaarten maakten, en het kwartet waar we nu naar gaan kijken, dat dateert uit ongeveer de tweede helft van de 17e eeuw, toen was er helemaal niemand meer die precies wist hoe Amsterdam er in 1342 had uitgezien. Dus we kijken naar fantasie. Dat is op zich nog niet zo'n probleem. Wat wel lastig is, is dat die fantasie eigenlijk niet klopt. Archeologische vondsten hebben duidelijk gemaakt nu dat de eerste bewoners zich in Amsterdam, in de plek die nu Amsterdam heet, hebben gevestigd op de plek van de Nieuwe Dijk. Terwijl het plekje dat we zien, linksonder, daar is de Nieuwe Dijk nog gewoon grasland en is de bebouwing helemaal geconcentreerd rondom de Warmoestraat, wat we nu ook de Oude Zijde noemen. Dus dat is al, om te beginnen, een verrassing. Het grotere stukje Amsterdam, dat je dus ongeveer in het midden van de kaart ziet, daar zie je heel duidelijk de Dam liggen niet tegenover het stadhuis. Er is een smal bruggetje tegenover het stadhuis en de Dam ligt iets noordelijker. Nou, ook dat is eigenlijk de situatie zoals die er nooit geweest is. Dus ook dat is fantasie. We gaan even verder kijken, want wat deze kaart ook interessant maakt, is eigenlijk dat hij een soort van beeldrijm bevat. We zien verschillende momentopnamen. En dit bijvoorbeeld is een kaart die is eigenlijk een kopie naar een voorbeeld van Cornelis Antonis uit 1544. En dat is eigenlijk ook wat een speciale laag aan dit geheel toevoegt. Er is in de tweede helft van de 17e eeuw gewerkt met kaarten die soms al meer dan 100 jaar oud waren. Dat zijn voorbeelden geweest die mensen toen blijkbaar intrigerend vonden en die als inspiratiebron hebben gediend voor het maken van nieuwe kaarten. Dat maakt dus ook duidelijk dat die diachrone kennis, dat historische besef, er was bij mensen. En dat kun je heel mooi laten zien in een geval als dit. Kijk, dit is de kaart van Cornelis Antonis van 1544, die als voorbeeld heeft gediend voor de kaart van ons kwartet rechtsonder. En als je ze naast elkaar zet, dan kun je dat heel goed zien. In werkelijkheid is de echte kaart van Cornelis Antonis veel groter. Die is bijna 1 m². En de gekleurde kaart uit de tweede helft van de 17e eeuw, die in een atlas van Ottens is te vinden, die is ongeveer 20x30 cm. Maar afgezien daarvan heeft hij helemaal dezelfde vorm
en dezelfde, laten we zeggen, aanvliegroute. Het is een beetje een vogelvluchtkaartje. Je kijkt van schuin boven, kijk je op de stad. Dat geldt voor de volgende kaart ook. Ik sta nog even stil bij de kaart van Cornelis Antonis. Wat momenteel gebeurt door studenten is, die zijn de kaart van een digitale laag aan het voorzien, waarmee ze analyseren hoe de ruimte gebruikt werd. Huisje voor huisje, boompje voor boompje, riviertje voor riviertje, molen, stutten, alles wat erop staat, en er staat heel veel op, meer dan 10.000 objecten, wordt overgetrokken, van een kleurtje voorzien. En zo kun je een analyse maken van ruimtegebruik in die tijd. Dit is een fragment van de kaart van Cornelis Antonis. Dit is een oude kaart die de makers van ons aanvankelijke kwartet niet hebben gekend. Dit is een kaart van ongeveer 1550, 1560, gemaakt door Jacob van Deventer. Jacob van Deventer werkte in opdracht van de Spaanse koning. Hij heeft meer dan 200 Nederlandse steden getekend. En die tekeningen zijn in dikke boeken terechtgekomen en die zijn ondergebracht in de bibliotheek in Madrid. Hij maakte immers die tekeningen voor de Spaanse koning. Deze van Amsterdam kende men helemaal niet in de tweede helft van de 17e eeuw. Sterker nog, al die getekende stadsplattegronden van Jacob van Deventer zijn pas in de 19e eeuw ontdekt. En toen bleek dat er een enorme cartografische schatkamer zich bevond in Madrid. Daar zijn intussen talrijke reproducties van. En daar kunnen we dus plezier aan beleven en kennis van nemen. Maar in de tweede helft van de 17e eeuw was dat niet het geval. Dit is de derde van de vier waar we het over willen hebben met elkaar. En hier zien we Amsterdam al een stukje groter geworden. En als je dan even denkt aan de kaart waar we mee begonnen, dan zie je dat de kleuren die corresponderen met elkaar, zodat je in het kwartet goed kunt zien welk stukje waar ligt op welk moment, zodat je ook die ontwikkeling heel goed kunt bekijken. Deze kaart is gemodelleerd naar een voorbeeld van Pieter Bast uit 1597. Er zijn al wat bolwerken. Er is een uitbreiding richting de Herengracht. De lastage hoort er al helemaal bij. Dus daar heb je duidelijk de uitbreiding. De tweede, derde uitleg zijn hier gerealiseerd. Ook hier geldt voor, hè, dit is de kaart van Pieter Bast, waarvan we wel originele afdrukken kennen, maar die maken geen deel uit van de collectie van het Allard Pierson. Maar om een goed beeld te krijgen van hoe die twee zich tot elkaar verhouden, heb ik een plaatje gebruikt van een andere instelling. En als je ze hier weer naast elkaar ziet, dan zie je heel duidelijk de overeenkomsten. Hij is een beetje gekanteld, maar voor het overige is het precies hetzelfde kaartbeeld. En dat is ook interessant. Er zijn veel kaarten gemaakt in de loop der jaren van Amsterdam. Maar tot aan het begin van de 19e eeuw zijn het heel vaak imitaties en kopieën van elkaar. Goed geïmiteerd dan slecht zelf gemaakt. En dat geldt hiervoor ook. Dus wat we zagen was de kaart van Cornelis Antonis als voorbeeld en hier die van Pieter Bast. Dan maken we opnieuw een sprongetje in de tijd en dan gaan we naar 1625. Nou, dan is echt de Jordaan al aangelegd en het begin van de grachtengordel is in beeld. Maar voor het overige ziet het kaartbeeld van de stad zoals wij dat kennen er nu eigenlijk vreselijk gehandicapt en gemankeerd uit. Want de grachtengordel is nog niet doorgetrokken. Ook deze kaart is in het boek dat hier op tafel ligt ongeveer 20 bij 30 centimeter. Het voorbeeld voor deze kaart is een van Floris van Berkenrode uit 1625, die in werkelijkheid bijna 1,5 vierkante meter groot is. Een enorme joekel van een kaart, waarop dan ook ontzettend veel details te zien zijn. Ik heb er niet zo'n goed plaatje van, maar huis voor huis, bruggetje voor bruggetje, het is allemaal ingetekend op deze kaart uit 1625. En met ingetekend moet u zich voorstellen, met een graveerstift, in het koper gegraveerd, en dat dan huisje voor huisje. Deze kaart is zo groot dat die van meerdere platen koper en meerdere stukken papier is gedrukt. Maar als je hem maar genoeg verkleint en een beetje abstraheert, dan kan die prima als voorbeeld dienen voor de vierde kaart in ons kwartet. En ook hier zie je dan meteen de overeenkomst met de kaart uit het boek, de Atlas van Ottens, die hier voor ons ligt. Het boeiende is dat niet alleen dat hieruit blijkt hoe kaartenmakers zich baseerden op bestaand materiaal,
Maar ook dat in die tijd het bewustzijn er al was van de ontwikkeling die de stad had doorgemaakt en wat dat betekende voor het aanzien ervan. Bovendien blijkt uit het feit dat deze kaarten gemaakt werden, dat men daar toen al belangstelling voor had en dat er ook men er een markt in zag. Want de afdrukken die we hier nu hebben van dat mooi gekleurde kwartet in de Atlas van Ottens, dat is een afdruk van Frederik de Wit. Een andere geliefd stokpaard van de cartografen hier in Amsterdam bij het Allard Pierson is reclame maken voor andere kaartenmakers dan Johan en Willem Blauw. Dus Johan en Willem Blauw noemen we vandaag verder niet meer, maar wat we hier wel zien zijn kaarten van de Wit. En dit kwartet van historische kaarten is ook gegraveerd en in productie genomen en verkocht door Nicolaas Visser. Visser heeft zijn producten weer overgedaan aan Kovers en Mortier. De Ram heeft ook een kwartet van deze kaarten gemaakt en die heeft het overgedaan aan Van der A. En zo kunnen we doorgaan. Heel veel kaartenmakers hebben dus in deze productie iets kansrijks gezien. Hebben in deze productie iets gezien waar markt voor was, waar vraag naar was, waar belangstelling voor was. En dat zegt ook iets over waar mensen in die tijd mee bezig waren, mits ze zich dat konden permitteren. Want we moeten nooit vergeten dat verreweg de meeste mensen in Amsterdam voornamelijk bezig waren met hun hoofd boven water houden en een kostje bij elkaar scharrelen voor hun kinderen. Maar die rijke bovenlaag hing dit soort kaarten heel graag aan de muur. Dan hebben we ze alle vier gehad. En dan willen we natuurlijk toch nog wel even het stapje maken naar de voltooiing van de grachtengordel. En daar hebben we een heel fijne kaart voor. Ook een heel uitzonderlijk ding eigenlijk. Want hier zien we dan wel wat wij dan fijn vinden. De grachtengordel is voltooid. Hè? Je ziet die contour, je ziet die bolwerken. Het heeft al de vorm die ons vertrouwd is. Maar het is nog niet ingevuld. Wat voor een raar product is dit? Uit ongeveer 1660. Nou, wat ik leuk vind eigenlijk om te denken, en ik weet niet of dat klopt, maar dat dit eigenlijk gefungeerd heeft als een soort van template. We hebben een koperplaat, daar hebben we Amsterdam op gegraveerd, we hebben het nog niet helemaal ingevuld. Dit is een beetje het idee, maar hoe we dat precies gaan doen met die grachten, nou, daar hebben we een beetje de ruimte om dat vorm te geven zoals wij denken dat het misschien goed is, misschien kan het beter, maar dan kunnen we een beetje oefenen. Nou, of dat zo gegaan is, durf ik niet te zeggen. Het is verleidelijk om het te denken. We weten over deze afdruk niet zo goed wie hem gemaakt heeft. We zien wel het stadhuis, we zien de beurs, belangrijkste gebouwen van de stad. En hoe gek het ook dat is dat hij deels is leeggelaten, voor een ander deel is hij keurig ingevuld. Nou, om het een beetje schwung te geven en een keer echt iets bijzonders te doen, heb ik vandaag iets wat ik zelden of nooit doe. Ik ga handschoentjes aantrekken. Dit boek gaan we opruimen. Dat doe ik even zelf. Zo. En voor deze keer gaan we iets doen wat ik dus zelden of nooit doe. Ik ga handschoentjes aantrekken. Waarom doe je dat niet eerder? Nou, ik zal het nog een keer uitleggen. Voor het gebruik, het hanteren van boeken en papier is het dragen van handschoenen niet nodig. Sterker nog, het is onverstandig. Want met handschoenen worden je handen veel minder gevoelig. Ga maar eens leuke dingen doen met elkaar met je handschoenen aan. Niet prettig. Bovendien, handschoenen worden vies. Er zijn objecten waar we de handschoenen dus wel nodig hebben. En dat doen we bij bijvoorbeeld het hanteren van objecten van hout, van steen en van metaal. En dat metaal, daar komt het begin van mijn bruggetje terug naar het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden. Zo. Ik weet niet of u nou kunt zien wat u moet zien of wat de bedoeling is, maar in ieder geval wat we hier hebben is de koperen plaat waarvan de afdruk gemaakt is die ik net heb laten zien. Het is heel ongewoon dat dat soort dingen bewaard zijn gebleven. Zoals wel vaker als bepaalde technieken niet meer in zwang zijn, dan worden de bijbehorende producten die worden weggegooid of er wordt iets anders van gemaakt. En van die koperplaten uit die gouden eeuw van de cartografie in Amsterdam, de 17e eeuw, zijn er maar heel weinig bewaard gebleven. Dat deze er nog is eigenlijk puur toeval. In 2009 is hij boven water gekomen bij de liquidatie van de Amsterdamse stadsdrukkerij.
En meteen was duidelijk dat het een heel bijzonder object is. Dit is dus precies de plaat van de kaart die ik net heb laten zien, met een groot stuk leeg. En wat het opmerkelijke is, als je hier naar het graveerwerk kijkt, dan kom je eigenlijk diep onder de indruk van de precisie, de nauwkeurigheid, de ongelooflijke hoeveelheid details die is gebruikt. Bijna nog meer dan je ziet als je naar de kaart zelf kijkt. Omdat je je hier nog beter van kunt voorstellen van, goh, hier heeft dus echt iemand met zo'n graveerstift in het koper zitten krassen. Zonder mechanische hulpmiddelen, zonder kunstlicht. Misschien met een vergrootglas, maar dat is het dan. En de manier waarop dat is uitgewerkt is fantastisch mooi. Eerlijk is eerlijk, je ziet het uiteindelijk wel weer beter, wat erop staat, door naar de afdruk te kijken. Maar dat we deze kaart kunnen laten zien is ook al een buitenkans, omdat het een heel goed beeld geeft van het procedé waar we het over hebben gehad. Hè, die kaarten werden dus van een schets of van een voorbeeld in het koper gegraveerd, in spiegelbeeld. Daar werd een afdruk van gemaakt, er werd inkt op gesmeerd, inkt werd er weer afgehaald. Wat in die krasjes en gravuren bleef zitten, daar kon je een kaart van drukken. Daar werd dan een afdruk van gemaakt, 1 blad papier. En dan had je 1 afdruk, 1 kaart. En als je dan bedenkt dat dat met honderdduizenden van die afdrukken zo gegaan is, tot het maken van dikke atlassen aan toe, dan is dat toch wel magisch. En dit product kan dat fantastisch demonstreren. Het is eigendom van het Stadsarchief. Wij mogen erop passen en daar zijn we heel erg blij mee. We gaan nog even verder met ons verhaal. In de PowerPoint heb ik ook een afdruk van de koperplaat. Een foto van de koperplaat, zodat daar een indruk van te verkrijgen is. Maar we gaan even een sprong maken naar heel veel verder in de tijd. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee van de tijd. Ik zei al, tot ongeveer het begin van de 19e eeuw zijn er heel veel kaarten van Amsterdam. Maar ze lijken allemaal op elkaar, omdat ze van elkaar zijn nagemaakt, geïmiteerd, gekopieerd. En ook omdat de stad eigenlijk, hè, dat is ook wel een reden, niet heel veel verder meer groeide. Dat aanleg van die grachtengordel was eigenlijk al, een beetje overdreven gezegd misschien, een stap te ver. Want men slaagde er ten lange leste niet in om het totaal aantal aangelegde kavels en grachten helemaal opnieuw te verkopen en in te vullen. Met als gevolg, bekend verhaal natuurlijk, dat in ieder geval een deel van de ruimte is omgevormd tot een park, wat in feite nu nog steeds de Plantage heet en waar zich Artis bevindt. Maar in de 19e eeuw, de industriële revolutie dient zich aan, de economie trekt weer aan, er komen heel veel werkzoekenden naar Amsterdam en de woningnood neemt schrikbarende vorm aan. En voor het eerst moet er buiten de Singelgracht worden gebouwd. En de Singelgracht is eigenlijk een heel belangrijk water. Het Rijksmuseum staat aan de Singelgracht, maar er is niet iemand die aan de Singelgracht woont, maar het is een heel markant water in de stad. Voor het eerst wordt er in de jaren 70 van de 19e eeuw, dus nog niet eens zo heel lang geleden, wordt er gebouwd buiten de Singelgracht. Als dat idee duidelijk wordt van we moeten, want we willen niet dat telkens maar weer iedereen zomaar een huisje bijbouwt die hier toevallig komt wonen, we gaan dat gestructureerd aanpakken. En daar moeten plannen voor gemaakt worden. Nou, een bekend plan is dat van Niftrik uit 1866. En het is vooral bekend omdat het nooit gebouwd is. Het is veel te ruim opgezet, veel te veel groen, veel te veel grote huizen. En het ziet er dan ook heel aantrekkelijk uit. Maar men zag in van dit gaat de woningnood niet oplossen. We hebben wat anders nodig. En dat werd het plan van Kalf van een jaar of 10 later. En daar zie je dan wel de aanleg van wat we nu dan Oud-West, Oud-Zuid, de Sarfati-buurt enzovoort noemen, waar de pijp natuurlijk met woonkazernes, smalle hoge straten, kleine appartementen, kleine woningen waar vaak 10, 15 mensen tegelijk woonden. Situaties waar wij nu ons niets meer bij kunnen voorstellen. Maar dat was eigenlijk de manier waarop men op dat moment dus de woningnood ging aanpakken. Dat planmatige bouwen is men blijven doen. We maken nog 1 stapje in de tijd naar het algemeen uitbreidingsplan in 1934. Op zich een hele mooie kaart. We komen bijna ook weer, maken we het bruggetje rond naar waar we begonnen met dat kwartet uit de eerste kwart van de 18e eeuw, waar je die felle kleuren ziet. Maar dit is geen koperplaat meer en een gravure meer, dit is een steendruk. Hè?
ook op zich altijd een laagje, als je je met die geschiedenis van de cartografie bezighoudt in de loop van de tijd, dat je ook te maken krijgt met de fascinerende geschiedenis van druktechnieken. Als je je met die kaarten gaat bezighouden, ontkom je er niet aan om ook daar tijd en aandacht aan te besteden. Dit is lithografie. Dit is gemaakt in het begin van de 20e eeuw. En hier zie je heel schetsmatig hele grote wijken, de Osdorp en de uitbreiding naar Buitenveldert, die kant op. Dat ging echt om enorme hoeveelheden ruimte die in beslag genomen zouden worden. Het Amsterdamse Bos staat erop. De goedkeuring kwam ook omstreeks medio jaren 30 voor de aanleg van deze uitbreidingsplannen. Maar de crisis en de oorlog gooiden roet in het eten. Mij is verteld dat dus eind van de jaren 40 de wethouder tegen zijn ambtenaren riep: hebben we niet nog een plan? En we hadden nog een plan. En dus is in de jaren 50 met een enorm krachtige aanpak uitvoering gegeven aan de plannen die in dit algemeen uitbreidingsplan zijn vastgelegd. En zien we hier in feite een situatie zoals die ook inderdaad tot stand is gekomen. Het gaat nog steeds door. Amsterdam is nu aan het uitbreiden in de richting van het westelijk havengebied en Eiburg. Misschien dat we daar een andere keer over kunnen vertellen. Ik mag niet zeggen tot volgende week, want dan is het Hemelvaartsdag en dan gaan we onszelf allemaal op een andere manier verrassend bezighouden. Maar over 2 weken, dan komt er weer een collega uit vertellen over de mooie spullen van het Allard Pierson. Dankjewel Reiner voor deze mooie lezing en de mooie kaarten. In de chat en in de Q&A zijn al een aantal vragen binnengekomen. Als u ook vragen heeft aan Reiner, dan kan dat in de chat of in de Q&A. En dan gaan we nu een paar aan Reiner voorleggen. De eerste vraag is: lag er voor Amsterdam ook een lange steiger waar al die schepen aangemeerd lagen, ja, die je zag op de kaarten? Ja, klopt. Je moet het zien als een grote rij palen. En er waren ook bootjes die van die grotere schepen naar de stad voeren. En via loopbruggen kon je bijvoorbeeld ook naar de stadsherberg. Dat was een soort havenkantoor dat echt min of meer in het water was. Maar dat is geweest in de tijd voor de aanleg van het Centraal Station natuurlijk. Maar op alle oude kaarten zie je die constructies die daarvoor gemaakt zijn. De tweede vraag gaat ook over oude kaarten. Gaat er ook nog een keer een kaart gemaakt worden of is hier misschien al, die op basis van archeologische opgravingen laat zien hoe de eerste echte bewoning eruit zag? Die zijn er al. Hè? Maar de vraag is of je dat een kaart mag noemen. Dat is wat we dan tegenwoordig zouden noemen een soort artist's impression. En dan zie je een beetje haast een soort Asterix en Obelix dorp. Inderdaad aan de kant van waar nu de nieuwe dijk is. Maar wat je er in ieder geval altijd op ziet, waar het mee begint, dat is die dam die is aangelegd, die dus enerzijds een natuurlijke haven vormde, maar die anderzijds ook voorkwam dat water dat opstuwde vanuit de Zuiderzee zulke grote verwoestingen aanrichtte. En dat was voor de mensen die daar op de oever woonden een groot risico. Dus die aanleg van die dam, daar is het echt het beeld dat ik nu voor ogen heb van zo'n artist impression van het Amsterdam in die tijd. Daar staat die dam als dus ook inderdaad als een soort van aardewal met wat gras enzovoort staat erop. En zou je sommige van de kaartenmakers die je noemde niet eerder natekenaars noemen, vraagt iemand zich af. Want maakten ze echte kaarten of tekenden ze dingen na? En was het geen plagiaat? Dat plagiaat, zoals ze werkte, zouden wij nu met opgetrokken wenkbrauwen naar kijken. Ik denk niet dat er kaartenmakers te vinden zijn die alleen maar imitaties hebben gemaakt of kopieën. Ik denk niet dat er kaartenmakers te vinden zijn die alleen maar origineel werk hebben gedaan. Het was een heel gewone, wijdverbreide techniek om kopieën te maken. En dat deden ze allemaal. En wat dus ook gebeurde, was bestaand materiaal kopen. Hè, dus zo'n koperplaat, als bijvoorbeeld iemand failliet ging of overleed, werd zo'n koperplaat niet meteen waardeloos of onbruikbaar, maar die kwam in andere handen. Alleen omdat dat dan in handen kwam van een nieuwe uitgever of een nieuwe drukker, hè, dan was het heel makkelijk om de naam die op de kaart vermeld was te verwijderen of eruit te hameren en er een andere in te zetten. Dus dat is op zich een aparte tak van onderzoek en wetenschap. Dat je kijkt naar een kaart en je zegt van ja, kijk hier, die is van de wit, want het staat erop.
Ja, dat staat erop. Maar betekent dat ook dat hij echt van de Wit is? Of heeft de Wit een kaart gekocht van Visser of van Blauw en die naam eruit gehaald en de naam van de Wit erin gezet? Dat soort wijzigingen komt heel veel voor. Daar wordt dus ook studie naar gemaakt. En wat uiteraard ook voorkomt, moeten we dan toch ook wel even zeggen, het kaartbeeld wordt aangepast. Op het moment dat er iets verandert in de stad, er komt een brug bij of er wordt een gracht gedempt, wordt het kaartbeeld ook aangepast. Ook daar zijn die koperen platen heel erg goed voor te bewerken. En ook dat maakt dus mogelijk om een soort reconstructie te maken van in de tijd, van welke staat van deze kaart is nou de oudste en wat zijn de verschillen. En soms is het maar een streepje of een cijfer of een vlaggetje, maar er wordt heel zorgvuldig naar gekeken. Kijk, en nog een vraag over de manier waarop de kaarten gebruikt werden. Werden die gebruikt voor bijvoorbeeld overzicht om ergens de weg te vinden, of werden die vooral gebruikt voor ontwikkeling van de stad? Ik denk dat ze vooral gebruikt werden, heel het algemeen gezegd, te bestuderen hoe bepaalde plekken zich ten opzichte van elkaar verhielden, waar ze lagen. Echt op reis gaan en kijken van hoe gaan we reizen, dat gebeurde eigenlijk met kaarten pas in de 19e eeuw. Je ziet ook op kaarten uit de 17e, 18e eeuw, een wegennet of zoiets, zie je daar vaak helemaal niet op staan. Het is meer om een indruk te krijgen hoe bepaalde regio's ten opzichte van elkaar liggen. Soms werden kaarten ook met een heel duidelijk functioneel doel gemaakt. Bijvoorbeeld kaarten van nieuw aangelegde polders. Nou, dan moet je goed kijken hoe is dat land verdeeld, van wie is het, wie gaat daar wonen. En dan krijg je dus een heel specifiek praktisch doel dat kaarten hebben. Of bijvoorbeeld, je hebt in Amsterdam ook de zogenaamde burgerwijkkaarten. Die specifiek afbakende waar verantwoordelijkheden van bepaalde politie-eenheden ophouden en beginnen enzovoort. Die worden ook vaak niet zo mooi gemaakt of gekleurd of zo. Maar die hebben dan heel, heel praktisch doel. Nou, dan ga ik er nog eentje aan Reiner voorleggen. En mocht u een vraag hebben gesteld die niet is behandeld, of mocht u straks nog een vraag bedenken, dan kunt u mailen naar info@allardpierson.nl en dan sturen we dat door en worden alle vragen alsnog beantwoord. En maar tot slot vraagt iemand of u misschien iets kan vertellen over de kaart achter jou. Uit welk jaar die komt bijvoorbeeld? Dat is een kaart van Kovers en Mortier, eind 18e eeuw. Hier is die grachtengordel dus wel al duidelijk helemaal voltooid. Er is wel voor gekozen om dus niet huisje voor huisje te tekenen, maar meer de bebouwing aan te geven. En zoals een gebruik was in die tijd, belangrijke gebouwen of gebouwen met een publieke functie, die zijn gemarkeerd met een blauw dak en vaak ook een nummertje erbij. Wat niet in beeld staat, maar wat de originele kaart wel heeft, is een enorme legenda. En dan kun je dus opzoeken. Er staat daar 119 en dan ga je naar die legende en dan staat 119 en dat is dan het weeshuis. En zo kun je dan begrijpen waar je voor bepaalde functies in de stad moest zijn. Maar ik ben heel blij dat deze kaart heel regelmatig het decor vormt voor voordrachten van mijn collega's. Want het maakt ook duidelijk in het hart daarvan staat de plek waar we nu zijn. En dat geeft op zichzelf aan zo'n kaart al een soort van magische actualiteit, ook al is die al meer dan 200 jaar oud.